Zo, vandaag een drukke wedstrijddag. Jamie gaat de Arie starten in de B en ik ga de Mary starten in de L2. We zitten vlak achter elkaar, dus het is eventjes alle hulp die we konden vinden inzetten. Want de een moet eraf, de ander moet erop, opzadelen, lezen, filmen. Dus even gedoe. En even voorzichtig naar beneden. De Mary die hebben we in de trailer meegenomen. Want als je er eentje afhaalt en de ander moet achterblijven, dan wordt dat paniek. Maar het was ook alleen paniek. Dus we hebben de joker vandaag ingezet. En we hebben, kijk, een Rambootje meegenomen. Ja. Dus ik hoop dat hij geluk brengt.
Ja. Nou, proost. Een superleuke dag en een hele goede dag. Jamie heeft gewoon 2 winstpunten gereden en is 2 keer tweede. De Mary is ook tweede geworden met winst. En we hebben nog een lekkere discussie met de jury gehad. Maar dat zal ik straks nog even gaan vertellen. We gaan nu eerst even proosten. En weet je waardoor dit allemaal gelukt is? Dat komt door onze vlugelsokken. Die brengen geluk. Klaar. Nou, nu eventjes het verhaal van wat er allemaal gebeurde in de proef. Ik doe heel vaak, voordat ik ga starten, zeker met Gaudi bijvoorbeeld buiten, als er van die juryhokjes staan, dan rijd ik een AC-lijn, zodat hij even het hokje heeft gezien en de hekjes. Nou, dat heb ik met de Mary ook gedaan. En de jury, die had dat achteraf gezien als dat ik al ging starten, zonder dat hij een belsignaal had gegeven. Maar in mijn beleving rijd ik dus gewoon een AC-lijn. Daarna belde de jury en toen bleef hij bellen, want hij wilde aangeven van joh, je hebt iets gedaan wat niet goed is. En ik had zoiets van ja, ik heb die bel nou wel gehoord. Ik ga echt wel starten nu hoor. Dus nou, mijn proef gereden en bij de prijsuitreiking zag ik dat er 2 punten aftrek was. Dus ik was heel benieuwd waarom dat dan was. En ik heb dat aan de jury gevraagd. En die zegt van ja, ik dacht ze gaat al starten zonder dat ik een seintje heb gegeven. En hij was er helemaal nog niet klaar voor. Dus dat snap ik dan ook wel weer. Maar goed, toen was de discussie, mag je een AC-lijn rijden voordat je je proef gestart bent of niet? En nou, was een beetje discutabel allemaal. We liepen er allebei een beetje op te kouwen. En vond ik wel grappig. Hij heeft mij 's avonds nog een messengerbericht gestuurd, want hij heeft natuurlijk geen telefoonnummer van me. Met het verhaal van, joh, het mag. Alleen het kan verwarrend zijn voor de jury. Dus ja, ik moet gewoon dan een beetje op gaan letten. Kijk, als ik het met Gaudi doe in het ZZ Zwaar, dan is het duidelijk dat je nog niet begonnen bent, omdat je niet gaat halt houden en groeten. Maar in zo'n L2-proef, ja, rij je gewoon over de AC-lijn en je rijdt gewoon door. Dus dat is gewoon niet helemaal duidelijk of dat nou de beginoefening is of niet. Dus, weer wat geleerd. Ik denk wel dat ik zeker met Gaudi die AC-lijn eventjes blijf rijden, omdat mij dat gewoon even vertrouwen geeft. Maar ik probeer het dan wel inderdaad zo te doen dat voor de jury heel duidelijk is dat ik nog niet ben begonnen. Dus, nooit uitgeleerd.